En van de rust gaan we nu naar onrust. Mad as hell part 3. Ik wacht even tot iedereen rustig zit. Ja, ga maar lekker zitten. Ja, want we gaan verder met ranting. En er zijn natuurlijk mensen hier die niet weten wat ranting is. Die misschien net in de andere zaal zaten. Nou, ranting is eigenlijk het spreken. Het gewelddadige speech geven. Je kwaad maken. Alles om maar jouw mening over te brengen. En alles is toegestaan. Zelfs schelden is toegestaan. En we hebben een hele speciale gast uit Libanon. Ze is journalist, vertaler en dichter. Ze spreekt maar liefst 7 talen, mensen. En in 2009 is ze gekozen tot een van de 39 beste Arabische schrijfsters onder de 39. Ze is ook editor-in-chief van het blad Jasad, wat lichaam betekent. Een erotisch blad, wat ook voor heel veel opschudding zorgde in Libanon. En ze is ook hoofd van de cultuurredactie van het Libanese dagblad An-Nahar. En ze is vanavond hier, Jumana Haddad. Let me say it as frankly and bluntly as possible. I don't care about changing the world. I don't care about transforming the hypocrites into sincere human beings. The hypocrites are better off rotting in the mud of their lies. Those they tell others, but most of all, those they tell themselves. I don't care about convincing the machos of the necessity of respecting women and their dignity. After all, the macho's second punishment is that they are machos. As for their first punishment, it is that I and other women and men like me exist, and we are bound to run into each other at a cross point or two. I don't care about turning the believers into atheists. Let the believers bathe in the bliss of their convictions. I don't care about deconstructing the decayed institution of marriage. May the fervent fans of Till Death Do Us Part prosper and breed. I don't care about persuading the veiled women that they are mere objects of the patriarchal oppressing system. I don't care about convincing the playboy chicks that they are mere objects of the patriarchal oppressing system. I don't care about teaching the adepts of the battle of the sexes theory that this endless game of male muscle power versus female sexual power has become a boring kids' game, and that we urgently need to call it a tie and start challenging ourselves instead. I swear, not by God, no. I swear that I don't care to guide the lost, nor to enlighten the blind, nor to corrupt the pious, nor to advise the complex, nor to heal the impotent and the frigid. All I care about is my right to be whoever I want to be. My right to say whatever I want to say. My right to do whatever I want to do. My right to live however I want to live. Does that sound obvious to you? Well, it's not. Not where I come from. Do I sound egoistical to you? So be it, loud and clear. This is exactly what the world lacks, in my opinion. More earnest egoists and less false good doers. More women and men, less superwomen and less supermen. Yet, if, while I am being whoever I want to be, saying whatever I want to say, doing whatever I want to do, and living however I want to live, I am provoking a few others to also be whoever they want to be, to also say whatever they want to say, to also do whatever they want to do, and to also live however they want to live,
then I consider myself the luckiest person on the face of this earth. I take so much pride in these collateral damages I might cause, and they give me great force, perseverance, and passion. You see, many people ask me, why do you write? What is your cause? What is your battle? How does your writing contribute in changing the world? Well, again, believe me, I don't care about changing the world. And I don't write because I want to change it, assuming I could. What I do care about is writing myself. That is my battle, my cause, my struggle. Writing myself without bribes, without compromises, without deals under the table, without negotiations over my basic rights. Writing myself naked as a poem that has just sprung out of a uterus. Changing the world? Thanks, but no thanks. I would be lucky enough if I get to live it and tell it. And that's all there is. Thank you very much. Yes, of course I want to ask you something. Okay. Yeah, special lady, I have to ask you something. Can you maybe stand behind that microphone? Yes, thank you. I heard your rant, and I wonder, did you immediately know what you wanted to write about? What subject? Yes. Yes? Yeah, when I was told to write this rant, I had, on that same day, received some questions for an interview someone was a journalist was doing with me. And the first question was, and it's a question that always, you know, comes out, why do you write and how is your writing changing the world? And I thought, if any writer, while he or she is writing, is doing it because he believes he can change the world or because he wants to change the world, then he is going to be really disappointed and the world is going to be really disappointed as well. Were you ever disappointed in your career writing? I always feel disappointed. You know, I was telling today a friend that every time I publish a book, I don't publish it because I think it's perfect and it's ready. I publish it because I'm fed up with it. And I always believe that it could have been better if I wanted to, if I had the power to work more on it. So it's a series of disappointments. And this is why I keep on writing, because I want to get to the point where I'm not disappointed in myself anymore. Ooh. Yeah. And you also say, I heard you saying, writing is also a struggle for me. Mm-hmm. What do you mean by that? Well, it is a struggle because every time I sit down and write, because some people say they enjoy writing and I hate them. Because I'm jealous of them. You hate writing? I hate people who enjoy writing because to me it's a suffering. I hate it. Yeah? Yeah, because I have to sit down and face all the things that I would love to forget or put under the carpet and just not think about them. But you say, I don't want to change the world. But if we're honest and looking at what you did, you wrote a lot of books, and now you're making a magazine, you're stirring up a lot of things. You are doing something, don't you agree? This is what I called my collateral damages. Okay. And this is why I said I'm the luckiest person on earth. Because sometimes, even though you're not, you know, aiming or set on doing this, it just happens. And it's a miracle every time it happens. It's a miracle every time someone from a totally different country, far away from my own culture, from my own upbringing, writes to me and tells me that reading a poem of mine or a book of mine, they felt that I was talking about them. This is the miracle. And, you know, I would like to always receive it and experience it as a miracle instead of experience it as a result I was working on while I was writing. And do you still do that? Do you still feel surprised? You still enjoy it when you get a response like that? Every single day. Every single time. Yeah. Okay. Thank you for being here. Thank you so much. Yes. Bye. Bye. Jumana. Hij studeerde Nederlands en journalistiek. En zijn debuutroman Eus verschijnt eind van dit jaar. En bij de uitgeverij waren ze zo onder de indruk
dat ze zijn roman eigenlijk gelijk in het literaire fonds wilde opnemen. En hij komt uit Deventer, het oosten van het land. En hij heeft ook nog gedebuteerd dit jaar in de verhalenbundel What the Fuck, volwassen worden na 11 september. Özcan Akyol. Ik ben eigenlijk heel zenuwachtig, dus mag ik misschien nog een applaus alvast op voorhand? Nee, grapje. Ik was eigenlijk helemaal niet zenuwachtig. Ik heb mijn titel titel gegeven, het Fuck Me Moon. Voor ik begin wil ik eerst een klein stukje voorlezen. Mimoen klom in de vijgenboom van zijn opa. Hij rookte de overrijpe bloesems in de tuin. Zijn opa, die nu een siesta hield in de hangmat, had Ahmed de geit goed verstopt. In elk geval uit het zicht van zijn kleinkind. Maar waar en waarom? Mimoen voelde het zweet in zijn onderbroek lopen. Het prikte een beetje in zijn anus. Hij kon het beest dat hij elke dag vertroeteld had en waar hij zo aan gehecht was geraakt na een zoektocht van 2 uur nog steeds niet vinden. Nu liep een traan over zijn wang. Mimoen moest huilen. Hij was verdrietig. De klootzak. Deze tekst komt uit een niet bestaand boek, maar het had gekund. Met uitzondering dan van de laatste toevoeging dat Mimoen een klootzak is. Ik wil het met u hebben over de zogeheten allochtone literatuur. Dat zijn boeken die geschreven worden door schrijvers die geboren zijn in Irak, Iran, Marokko en Turkije. En vervolgens hier een boek publiceren. U kent ze van tv- en radiooptredens. Dan hoort u ze heel vrolijk en bevlogen zeggen dat het nieuwe boek, Die Huis van de Sultan, een absoluut meesterwerk is. Frappant genoeg spreken zij nagenoeg allemaal gebrekkig Nederlands. Maar zijn ze wel in staat om boeken te schrijven van maar liefst 400 pagina's. Allemaal correct Nederlands dan. Heel opvallend. Nu gun ik natuurlijk iedereen zijn natje en zijn droogje. En mensen moeten vooral doen wat ze niet laten kunnen. Maar de markt kent ondertussen wel een verzadiging van dit soort boeken. Ik bedoel, hoe vaak moet ik in vredesnaam gaan lezen over een geit in Irak of Iran met wie de hoofdpersoon in een boek zit te praten? Echt heel vaak. Ik wil geen namen noemen trouwens, want die mensen zijn hier ook, maar maar u kent ze al. Ik zie het ook al precies voor me hoe dat gaat bij een uitgever. Dan komt zo'n schrijver binnen bij zijn redacteur en dan krijgt hij meteen een vraag naar zijn hoofd geslingerd van Abdel, wanneer komt jouw tweede boek? Dan zegt die schrijver, die dus gebrekkig Nederlands praat, zegt van ik niet weten, chef, ik moet nadenken over die onderwerp. En dan zegt uitgever weer, waarom schrijf jij niet boek over je geit in Marokko? Mijn geit? Vraagt de schrijver verbolgen. Maar mijn eerste boek gaat over geit Ahmed. Ahmed, weten de mensen veel? Had je ook een schaap? Misschien kun je schrijven over je schaap. En dan zegt de schrijver weer, chef, die schaap is van mijn broer Ali. Dat niet aardig is voor hem. Ik geen ruzie willen. Afijn, u begrijpt mij. Het zal mij ook niet verrassen als een overgroot deel van de allochtone literatuur niet door de schrijver zelf, maar door de redacteur wordt geschreven. U lacht erom, maar dat is echt zo. Hij vertelt over de avonturen en de sfeer in zijn geboorteplaats, probeert het nog te vergeefs op papier te zetten en de redacteur maakt er Bruna-proza van. En ja, waarom ook niet? Want die boeken vliegen immers als warme broodjes over de toonbank. Misschien bent u wel degene die ze koopt. Ik vind het wel opvallend dat de schrijvers van allochtone literatuur in praktisch alle boeken de armoede en de honger beschrijven. Zij zijn de sloebers. Maar ze presenteren zich hier in Nederland als dandies op boekenbals en boekpresentaties. U weet wel, mooie maatpakken van de bijenkorf. Zorgvuldig gecultiveerde snorren. En inderdaad, nooit te bescheiden om op radio of televisie mee te komen praten over een onderwerp. Ik noem nog steeds geen naam, hè? De allochtone schrijver noemt zich dikwijls kenner van zijn land, of doet dat anders voorkomen. Alles wat hij schrijft wordt geaccepteerd of voor waarheid aangenomen. Hij is tenslotte geboren,
daar en heeft de hele gang van zaken met zijn eigen grote bruine ogen gezien. Dat maakt hem daadwerkelijk expert. Maar dat is wel iets frappants, iets opmerkelijks aan. Zodra de auteur dat Irak-toestand hier in Nederland probeert te analyseren, net als hij zo gevat heeft in zijn vorige boek, maar dan over zijn thuisstand, valt hij genadeloos door de mand. Zijn analyse is tenenkrommend. Denk maar aan fragmenten in DWDD of PMW. Bijvoorbeeld met een kader op dollar of wat dan ook. Voor de rest noem ik nog steeds geen namen. Maar de schrijver blijkt gewoon een rare pias die niet goed kan formuleren. En toch is hij in staat om boeken te schrijven. Opvallend. De presentator lacht de man grappen weg, maar nog hij, nog de gasten snappen waar het eigenlijk over gaat. Men lacht uit beleefdheid mee. Maar de volgende uitzending wordt toch een andere iemand uitgekozen. Iemand met daadwerkelijk verstand van de materie en misschien een tikkeltje voor iemand die misschien veelzijdiger is. Bij voorkeur een persoon met observatievermogen en een goede beheersing van de Nederlandse taal. Een vaardigheid die je mag verwachten van een schrijver, me dunkt. Daarom, lieve schrijvers, roep ik alle allochtone schrijvers op, lieve mensen, om Mimoen te vergeten. Het is nu wel klaar met die geit. Fuck Mimoen. Of fuck Mimoen voor de Engelstalige gast. U bent voornemens hier in Nederland literatuur te maken, prima. Heel goed zelfs, maar eerst een jaar de klooster in om Nederlands te leren. En daar uitsluitend naar de Hollandse televisie te kijken. Wel stiekem dan, want in de klooster mag je helemaal geen televisie kijken natuurlijk. En als de uitgever na dat jaar te kennen geeft dat hij helemaal niets vindt dat hij opeens vloeiend ABN spreekt, moet u zijn voorstel om dan maar de allochtone schrijver te acteren, maar dat gebeurt ook, resoluut verwerpen. Echt doen hoor. U hoeft geen karikatuur te worden van uzelf. Zoals bepaalde schrijvers, van wie ik de naam niet ga noemen. Vertel liever over de avonturen hier in het vreemde land. Hoe het nu is om uitgebuit te worden door een uitgekookte uitgever die de liefde voor literatuur reeds lang geleden heeft ingeruild voor financieel winstbejag. En hoe het voelt om daar een exponent van te zijn. Dezelfde verhalen zijn al vaak genoeg verteld door verschillende schrijvers. Wij, nu spreek ik niet als schrijver, maar als lezer, zijn er wel klaar mee. Kom eens met iets nieuws. Verras ons. Dank u wel. Even terug. Ik kan je voorstellen, ik moet je ook wel wat vragen, toch? Dat begrijp je wel. Ik las op jouw Twitter, wat las ik daar ook weer? Even kijken. Een narcistische ijdeltuit. Een proleet uit de provincie. Zo beschreef jij jezelf. Kan je vertellen wat je ermee bedoelt? Ik was zo benieuwd naar jou. Kan je zich erbij gaan? Ik denk dat die mensen hier vooral uit Den Haag, uit de Randstad komen. En ze horen mijn accent waarschijnlijk wel. Ik kom echt uit Deventer. Ja, het oosten van het land. Kijk, ik hoor ze al lachen. Dus dat ben ik ook heel erg aan het cultiveren. Ik heb ook echt voorgenomen om nooit gewoon in het westen te komen wonen. Want ik vind jullie verschrikkelijk hier. En mensen uit Amsterdam vooral. Dat zijn jullie niet. Maar uit Amsterdam vooral. Die hebben echt een neiging. Kom je uit Amsterdam? Ik kom uit Amsterdam, ja. Die hebben echt een neiging om Amsterdam te verheerlijken en alles. Ja. En iedere trip naar buiten vinden ze al echt... Mijn vriend komt uit het oosten. Is dat beter dan? Weet niet, Hengelo. Ja, dat is wel echt het oosten. Ja, kom je altijd in het oosten of vind je het verschrikkelijk? Het is oké, maar ik wil er niet wonen. Nee, dat bedoel ik nou. Ja. Nee, maar terwijl daar echt de rust is en daar zijn de echte mensen. En mensen, ik ben nu schrijver geworden en ik moet... ik ga dus debuteren binnenkort. Ja, ja. En iedereen zegt tegen mij, je moet echt in het westen gaan wonen. Maar waarom? Dat snap hoor. Ik niet. Kun je even stil zijn? Sst, eventjes. Ja, dankjewel. Ga verder. Waarom zou ik in het westen moeten wonen om een succesvol schrijver te kunnen zijn? Maar heb je echt het idee dat mensen zo naar je kijken? Ja, absoluut. Noem eens een schrijver uit de provincie. Na Jan Kramer uit Enschede, dan is er iemand. Ik ken een heleboel bekende Friese dichters. Goeie. Ja, dichters. Piet Paaltje en zo, maar daar praat je echt over vroeger. Maar nu. Nu moet je echt uit Amsterdam komen. Is dat zo? Dus je gaat verhuizen of juist niet? Nee, helemaal niet. Oprotten met Amsterdam. Maar goed, maar Eva, je hebt nog steeds geen antwoord gegeven op mijn vraag. Wat is je vraag? Je noemt jezelf een narcistische ijdeltuit, een proleet uit de provincie. Ja. Dat... Ben jij dat? Ja, absoluut. Ja? Ik minacht mijn schrijvers, mijn lezers. En ik minacht andere schrijvers ook eigenlijk. Maar hoe kijk je naar jezelf? Ja, ik doe gewoon mijn best. En
Ik ben heel erg gevoelig voor andermans meningen en zo. En als mensen mij in de hemel prijzen, ben ik daar heel blij mee en zo. Je bent eigenlijk een hele gevoelige jongen. Ik ben heel gevoelig, ja. Absoluut. Ja. Anders dan mijn voorkomen doet vermoeden, ben ik heel erg onzeker. En je zegt, ik ben een beetje onzeker. Dit jaar komt dan eindelijk, hè, jouw debuut uit, Eus. Ja. Eus. Eus. Ja, koop debuut. Hoe kijk je daar dan naar? Hoe zie je dat? Nou, ik hoop dat het echt een bestseller gaat worden. Ja. Ja. En er komen zoveel boeken uit, hè? Ja, maar niet Wat heb jij te bieden? Vertel. Ik ben een jongen van het volk, denk ik. En ik schrijf en spreek in begrijpelijke taal. Heel veel jonge debutanten hebben de neiging om heel wollig en heel symbolisch te schrijven en alles. En ik schrijf gewoon eenvoudig en ik vertel gewoon hoe het is. Ik heb geen, ik hou niet rekening met heilige huisjes of wat dan ook. Ik zie eruit als een moslim bijvoorbeeld. Dat, ja, misschien voor jou niet. Nee, maar ik word bijvoorbeeld altijd aangesproken als moslim. Ik spreek nu ook allochtone literatuur aan. Dat is iets wat ik me ook echt tegen ga verzetten en alles. Je gaat je daar tegen verzetten, maar let's be real. Hè? Als je in een praatprogramma zit, hoe gaan ze jou zien? Ben je daar reëel in? Ze kijken altijd naar mijn uiterlijke voorkomen natuurlijk. Ja. Ja. Maar hoe zou je daarmee omgaan dan? Nou, gewoon mensen meteen terechtwijzen. Hmm. Ja. Nee. Ik ben heel benieuwd naar je roman. Ja, maar ik bedoel, jij kent waarschijnlijk ook... Jij komt Amsterdam, toch? En jij kent waarschijnlijk ook Marokkanen en Turken uit Amsterdam. Hoeveel Turken en Marokkanen uit Amsterdam ken jij die bijvoorbeeld mijn accent hebben? Alleen al om daarover mee te spreken. Ik ken wel Turken die accent hebben, ja. Ja, maar goed, dat is uit Engelo bij je vriend. Ja. Ja, precies. Ja. Maar ik ben er ook in Amsterdam tegen. Nee, maar ook echt publieke figuren, dat bedoel ik echt, weet je wel. Het is echt normaal gesproken... Dus jij gaat die leegte opvullen? Het is het Oosten wordt niet vertegenwoordigd in het publieke debat of wat dan ook. Dus en dat ga jij dus doen met Eus. Ik ga niks doen. Ik hoop dat ik dat kan doen. Goed, dankjewel. Ja? Ja, dank. Bedankt.